Dit is een nieuwsuitzending waarbij ik samen met Jurk Kliesman de Bijbel oppak. We hebben Matthäus 6 en Matthäus 7 uit en te na besproken. En ik heb zomaar een grabbel gedaan in de grabbelton. En dan pakken we nu Genesis 1 vers 1. En we haken in, daar heb ik met Johan Oldenkamp, daar heb ik zijn uitzending bekeken. En die rommelt daarmee. En Jurk Kliesman en ik vinden dat je niet moet rommelen met de Bijbel. Dus wij gaan het allemaal even op een rijtje zetten. En aan jullie nogmaals laten zien dat de Bijbel een boek is wat je heel makkelijk kan begrijpen. En als eerste heten we welkom aan heer Jurk Kliesman. Hallo Perry. Hallo, en welkom ook tot de... Welkom ook tot de luisteraars. En ik heb wel eens een keer een klein request. Noem me niet altijd Herr Jörg Glissman. Ah, oké. Wij zijn broeders in Christus en ik haat dat u en dat vormelijke zie in Duits ja, allemaal. Dat is jij en jou en jij bent mijn vriend en mijn broer in Christus. Ik noem jou Perry en jij noemt mij altijd Herr Kliesman. Dus niet altijd, Jurk. Dat is gewoon niet waar. Ja, vaak genoeg. Dus ja, maar het is ook om bij die luisteraars een beetje respect af te dwingen voor al die video's die jij gemaakt hebt. Dat hoeft niet. Nou, in die zin dat het wel belangrijk is dat mensen misschien 10% van die video's tot zich nemen. Wel, kijk Perry. En dan mag ik iedere instrument voor gebruiken. Ja, laat me daar toch direct een keer iets op zeggen. Ja, ja. Uit de Bijbel. God is no respecter of persons. Ja, klopt. By the way, uw scherm dat je hier deelt is compleet zwart. Hè? Ik weet niet waarom dat ligt. Laten we hopen dat het aan mijn kant goed gaat. Ja, wat ik hier zie is compleet zwart. Als jij zei van... met dat ding, als je begon met die opname, dan werd het zwart. Dus... Ja, dat zal weer aan mijn Macintosh liggen. Maar ik heb in ieder geval Genesis 1 vers 1. Nou ja, maar ik wil gewoon zeggen van kijk, Genesis... God is no respecter of persons. Tuurlijk dat niet. Werk wat ik doe, dat is niet te wijten en niet te danken aan mij. Ik doe maar waarvoor de Heilige Geest mij gebruikt. Ja. Ik doe dat wat mij ingegeven wordt. Ja. Ja. Ik van mij uit heb nog de intelligentie, nog het kunnen of het vermogen om al die dingen te doen die hij mij laat doen. Je hebt gelijk hoor. Ik ben kortelings op een boek gestoten, waar ik zat vandaag in de garage waar ze mijn auto gesleuteld hebben, want ik ben weer maar eens een keer niet door de keuring, omdat mijn handrem links van achter maar 50% werkt. En dat verdoemt mij tot een reparatiekost van 300 euro, die ik niet heb. En ik moest dus vandaag naar de garage en mijn handrem laten maken. En daarna naar de keuring, waar ik nu deze keer door ben. Maar ik heb niet meer dan 3 uur in de garage gezeten. En ik heb die tijd gebruikt om in volume 1 van het boek in Duits van Henry Charles Lear te lezen. Dat boek noemt de Duitse titel is... Die Geschichte der Inquisition im Mittelalter, Band 1. Aha. Das Volume 1. Ja, en dus die heeft Volume 2. Ja, ik wou het juist vertalen. Ja, je kan Vlaams. Ja, ja. Het Geschiedenis van de Inquisitie in de Middeleeuwen. Ja. Van Henry Charles Lear. Dat is geschreven op het einde van de 19e eeuw. Gepubliceerd, denk ik, begin van de 20e eeuw. Aha. Dat zijn 3 volumes van in totaal, als je alle bladzijden bijeentelt, rond 2000 bladzijden. Ai, 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 ai. En ik heb vandaag de eerste 40 bladzijden of zo van kapitel 1 in volume 1 gelezen tijdens de reparatie van mijn auto. Die tijd heb je goed besteed. En ik was gefascineerd door wat ik gelezen heb. Uh-huh. En ik verheug me erop om ook dit werk op YouTube te gaan lezen. Nu gaan die mensen zeggen van, zijde jij zot? Aha. Een boek, een werk van 2000 pagina's? Ja. Wie luistert daarna? Awel, Perry? Oh. Zoals de Heer het mij ingeeft, dat ik dat moet lezen, zo gaat de Heer het sommigen ingeven, daarna te luisteren. Dat denk ik ook. Want dit boek is puur geschiedenis. Dat is geschiedenis die wij niet meer geleerd krijgen. Dat is geschiedenis om ons te helpen het hier en vandaag
te kunnen verstaan op basis van het verleden, zoals het echt was, maar ons niet geleerd wordt. Ja. En het maakt me niet uit dat er 2000 zijden zijn. Het maakt me niet uit dat dat misschien zijn werk is waar ik een jaar of zo aan zit. Ik zal het niet weten, want ik moet ja ook nog video's daarvan maken. Mm-hmm. Ik ga mij wel beperken tot simpele video's met simpele beelden daarin, want het gaat echt over dat gesproken woord. Mm-hmm. Maar ik heb vandaag nog 2 keren ben ik bijna van de stoel gevallen op die het zat van lachen. Mm-hmm. Van dat ik zei van, amai jongens, ja, dat moeten de mensen toch eens een keer lezen uit de mond van die auteur. Ja. Van Henry Charles Lear. Dus ik wil maar zeggen, ik heb in totaal, ik weet niet, rond de 667 video's of zoiets op mijn kanaal. Aha. En ik denk dat ik ondertussen het merendeel daarvan zelf geproduceerd heb. In het begin heb ik niks zelf gemaakt. Ik heb alleen maar video's gemirrored, zoals men dat noemt. Ja. Dus van anderen genomen en op mijn kanaal gezet, gespiegeld, ja. En nu maak ik alleen nog maar mijn eigen video's, tenminste op mijn hoofdkanaal. Ik ben juist bezig, Romanism and the Reformation, die serie af te werken. Ik zit vandaag aan video 18 om te doen. En tot 14 is op dit moment op mijn kanaal opgeladen en ik wil daar af. Ik wil daarvan af. Dat moet eindelijk gedaan geraken, want dat is zo'n belangrijke lezing die Tom Fres gedaan heeft. En ik wil dat dan nu allemaal buiten zetten. Maar kijk, of dat ik nu 650 of 670 of 700 video's heb, of dat ik 2 miljoen kliks op mijn videokanaal heb, gelijk onlangs gebeurd is, of 1 miljoen of 50 miljoen. Belangrijk is alleen maar dat er mensen zijn die hier en daar iets uit leren. Die ja. niet alleen maar contra geven, bij wijze van spreken kritiek geven, maar die voordat ze kritiek geven, een keer daarover nadenken, wat willen ze eigenlijk bekritiseren? Ja. Die zich een keer daarvan bewust zijn, dat ze kritiek uiten op dingen waar ze geen verstand van hebben. Ja. Omwille van dat zij van hun kleine, beperkte kennis, die zij aangeleerd gekregen hebben, zich een mening vormen, en daarmee menen mensen aan te kunnen vallen die iets dieper die dingen gestudeerd hebben. Ja. Dat maakte constant op YouTube mee. En ik ben zo dergelijke mensen ben ik overmate beu aan het worden. Ik reageer ook op die commentaren helemaal niet meer. Dat interesseert mij gewoon niet. Als jij zo ignorant wil blijven, alstublieft. Ik sta altijd open voor eerlijke kritiek. Mij heeft nog nooit iemand kunnen nawijzen in al die tijd dat ik nu mijn video's zelf aan het maken ben, aha. dat ik ooit ook maar 1 onwaar woord dat niet aan de Bijbel te meten is gezegd heb. Ja. Maar ze vallen mij allemaal aan. Maar wel, dan moeten zij dat weten. Ik had laatst een leuke. Uit. Maar gelijk ik zeg, God is no respecter of persons. En, nee, dat doe ik niet. Nee, je moet niet zeggen van Jörg doet dit en Jörg doet dat. Ja. Ik wil dat maar duidelijk stellen. Ik ben maar een medium dat de Heilige Geest gebruikt voor zijn werk te doen. En dan blijf ik erbij dat je jou toch heer mag noemen. Dat is Noerijn Wiets. Ja, ja. Dat is ook dat gewoon, dat is niet aan jou. Want ik heb net zoveel respect voor jou als dat ik heb voor mezelf. Als voor mijn dochter of mijn moeder. Allemaal zijn we mensen en wij doen het zo goed mogelijk. En wij maken gewoon, wij doen in feite een comedy misschien wel. Een theatervoorstelling of een... Het is een optreden, dat is het goede woord. Wij treden op. En mensen moeten eventjes bij de oren genomen worden van wat is hier aan de hand. En wij mogen best trots zijn op het feit dat jij en ik zo goed met elkaar kunnen praten. En we hebben onze verschillen en wij hebben nooit, ja, we hebben hooguit een discussie. En dat is goed voor mensen om daarnaar te luisteren. Oké, nu even oppakken. Ik zit nu te kijken naar Genesis 1 vers 1. Die heb jij ook. En pak hem maar op. Wat staat er? Ja, maar het schermje is dus zwart. Nee, nee, voor jou dus, maar voor de kijkeraars ja. niet. Ja, oké. Okay. Genesis chapter 1. King James version. Authorized version of 1611. Ja. In the beginning, God created the heaven and the earth. Oké, is dat meervoud of enkelvoud? Eenvoud. Ja, enkelvoud, ja. Enkelvoud. Enkelvoud van de hemel en enkelvoud van de aarde. Ja. En om even nog voor de kijkeraars op aan te sturen, ik weet niet of we dit af kunnen maken, maar Johan Oldekamp, en Nederlandse mensen weten wel wie dat is die man die de zaak Marianne Vaastra niet echt verder geholpen heeft in mijn ogen.
En dat is jammer, want het ging wel om een vrouw, een Nederlandse vrouw. Ja, het had ook een Duitse vrouw kunnen zijn of een Deense vrouw, maar die vrouw is vermoord. En waarom zou je modder in het water gooien? Johan Oldekamp is niet mijn grootste fan. En Johan Oldekamp die beweert dus dat Genesis 2 vers 4... Kan je hem even erbij pakken? Die heb je al toch bij je liggen, toch? En voor de kijkers, daar zit hij naar binnen. En dan, these are the generations of the heavens and of the earth when they were created in the day that the Lord God made the earth and the heavens. En hij beweert, dus Johan Oldekamp, dat er dus meerdere hemelen zijn. En dat had gewoon aan het begin moeten staan. En hij heeft echt beweerd op een podium met een mannetje van 150 in de zaal. Van ja, die King James Bijbel, leuk bedoeld. Maar Genesis 2 vers 4, die staat mooi te ver naar achteren. Die had als eerste moeten staan. Volgens mij klopt dat niet. Het is gewoon zo, in het begin creëerde God de hemel en de aarde. Er was nog niet eens een vorm. Pak twee erbij. Kan er gewoon emotioneel van worden. Maar het is een heel mooi boek hoor. De Bijbel. Ja, en Genesis 1 en dan vers 2. De Bijbel is het enige boek. De Bijbel is het enige boek dat telt, Perry. Ja. I know. Wel. We hebben Matthäus 6 en Matthäus 7 gelezen. Hè? Uh-huh. En Matthäus 5 staat op vers 18. En dit is Jezus die spreekt. For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled. Ik pak hem er even bij. Matthäus 5. 5, 18. Even scrollen. Oké, okay. Got it. Even scrollen, ja. Oké, okay, Matthäus, die pak ik even in het Nederlands erbij. Dat is ook weer enkelfouten. Juist, daar gaat het mee om. Het gaat me bij deze uitspraak over twee dingen. Ik heb hem bijna. Even het Nederlands erbij, omdat iedereen met ons mee. Matthäus 5. Is ook mooi zeg. Ik zie alweer hele mooie dingen staan in Matthäus 5. Maar... Op zijn Nederlands. Want voorwaar, ik zeg u, dubbele punt. Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één titel vergaan van de wet. Eerst alles zal zijn geschied. Dus, voordat eer de hemel en de aarde vergaat, betekent voordat. Staat het hier ook? Ja, till heaven and earth pass. Dus voordat de hemel en de aarde vergaan, zal er niet één jota of één titel vergaan van de wet. Ja, op geen manier, in no wise pass from the law. Eer alles zal zijn geschied. Dus voordat alles geschied is. Het gaat over een hemel en het gaat over één hemel en één aarde. Exact. Dat is één heel belangrijke punt. En de tweede belangrijke punt is dat niet één jot of titel zou veranderd worden in het wet. Uh-huh. Wat is een jot of een, wat is een titel? Een punt of een komma? Ja, een jota dat zijn... dat is eigenlijk niks. Een jota is niks. En ja, is het is komma, iets anders, anders stond daar niks, maar daar staat een jota. Dus de punt is dat je daar niks aan mocht veranderen. Nee. Ja? Op een andere plaats in de Bijbel staat dat wie van de woorden van geschreven in dit boek wegneemt of toevoegt, die zal de wraak van de Heer ten volste gaan proeven. Lijkt me wel. Juist.
Dus meneer Oldenkamp wil slimmer zijn als Jezus. Ja! Daar heb ik hem ook echt voor. Ik ga hem publiceren. En ik heb die man al... Marianne Vaastra, even voor de kijkeraars. Marianne Vaastra was een vrouw van 16 toen ze stierf. En zij is verschrikkelijk om het leven gekomen. Details zijn niet nodig. En de Nederlandse overheid die heeft daar heel erg raar mee omgesprongen. En allerlei mensen zijn er ongelooflijk van over hun theewater gegaan. En Johan Oldenkamp die gaat dan vertellen dat hij weet waar de moordenaars woonden. Want dat stond in zijn weet ik veel wat. En dan heeft hij ook, gaat hij met Google Maps, dan haalt hij zo'n plaatje naar voren en dan zegt hij, ja, daar was het. Ja, kortom, daar heb je niks aan. En wat ik ook erg vervelend vind, is dat hij dan op een podium gaat staan en gaat zeggen, ik ga het hebben over de Bijbel. En gaat hij het ook nog hebben over het boek Openbaring. En dan gaat hij gewoon lopen vertellen, ik weet het beter. En dan ook nog een keer, ik heb hem dus ook van beticht dat hij een theosoof is. Want als jij weet van zeven hemelen, en een God woont in hemel nummer nul, waar baseer je dat op? Dat staat helemaal niet in de Bijbel. En ik vind dat ergerlijk. En daarom vind ik het fijn dat ik met jou gewoon wel gewoon de Bijbel kan lezen. Want dan houden we ons gewoon bij de Bijbel. Als je geen respect hebt van de koning Jacobus Bijbel van 1611, waar heb je dan wel respect voor? De Matrix nummer 13 of zo? Nou, nu mag jij. Ben je er nog? Ja, ik weet nog niet wat ik daar nu precies op moet zeggen, want die meneer is duidelijk verkeerd. Als hij zegt van de Bijbel zou moeten beginnen met Genesis kapitel 2 vers 4, dan zou dat wel zo geschreven geweest zijn. Want dat lijkt mij ook, Bijbel, ja. Ik denk dat God slim genoeg is om te bepalen wat waar in de Bijbel moet staan, want tenslotte is het zijn woord dat hij ons meedeelt, of waarin hij zich ons meedeelt. Ja. En als meneer Oldenkamp denkt slimmer te zijn als God, dan heeft hij een goede beet van de slang gekregen, die een paar kapitels verder in deze Bijbel Eva daartoe verleidt om van het fruit te gaan eten, om haar aan te sporen om zelf God te worden. Yep. En ik denk dat van deze vrucht meneer Oldenkamp dan een beetje te veel geproefd heeft. Anders kan ik mij zo'n uitspraak niet verklaren. Over dit ding, dan moet ik gewoon lachen. Maar we zouden deze frase van jou eruit kunnen knippen. En dan een muziekje eronder. En dan opsturen aan Johan Oldenkamp en al zijn volgers. Doe maar. Ja, we maken er een... we hebben het eerder over gehad. Dat de humor, dat is het meest dodelijke wapen tegen het kwaad. Maar goed, die tweede, dat is dan zonder Johan Oldenkamp. Maar, and the earth was without form and void. And darkness was upon the face of the deep. And the spirit of God moved upon the face of the waters. Het is toch... Ja, interessant is bij... Prachtig. Dat is een heel prachtige vers. Maar de nadeel daarvan is dat veel mensen dat weer proberen te interpreteren op hun manier. En dat ze bij wijze van spreken hier al in de tweede vers van het boek afkomen met dit is een bewijs voor de Triniteit. Want de Heilige Geest is een eigen persoon. Nu, daar kunnen we waarschijnlijk dagenlang over discussiëren. Maar volgens mij staat nergens in de Bijbel geschreven dat de Heilige Geest een persoon is. Even voor de kijkeraars, de luisteraars. Jurk Liesman en ik geloven in één God. Je mag hem noemen hoe je wil. Er zijn meerdere namen. Onze Vader bijvoorbeeld. Maar er is maar één die onze Vader is. En dat is de veroorzaker en de eigenaar. En wij zijn de verantwoordelijke. Dat is een beetje vervelend. Maar hij is de eigenaar en wij zijn de verantwoordelijke. Toch, Jurk? Ja.
Zo kan men dat zeggen. Wij zijn de slaven van hem eigenlijk. Hij is de eigenaar en wij zijn verantwoordelijk. En zeggenschap hebben wij. Hoe hebben wij zeggenschap eigenlijk? Weet ik niet. Ja. Ja, dat is zeker hoog. Anders, anders, zijn... kosten we, ja. Anders konden we niks zeggen en niks leren ook niet. Hmm. We hebben gezag. Maar we hebben gezag door de Bijbel, door het woord van God, niet van onszelf. Het punt is, als hier staat, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. Dus de geest van God beweegde zich op het gezicht van de wateren. Dan moet men één ding begrijpen. Die God die jij en ik aanbidden, de God van de Bijbel, die wil aangebeden worden in waarheid en in geest. Zoals het in de Bijbel staat. God wants to be worshipped in spirit and in truth. Mag ik even de Nederlandse vertaling eventjes erin doen voor de Nederlanders? Hè? Doe maar. In mijn Bijbel staat, de aarde nu was woest en ledig. En duisternis lag op de vloed. Dat is het stijgende water. En de geest Gods, met twee hoofdletters, zweefde over de wateren. Even kijken hoor. Ja, en een duisternis. Dit is toch een goede vertaling. Een duisternis was upon the face of the deep. The darkness was upon the face of the deep. Is vertaald als. En duisternis lag op de vloed. Ja. Een vloed. Je hebt eb en vloed. Het stijgende water. Mm-hmm. En de geest van God. Dan mag je ook zeggen, het idee van God. Dus zijn idee, wat hij bedoeld had. Dat bewoog zichzelf. Dat het zweefde over de wateren. En dan de volgende, die vind ik geniaal. Ja, we zijn er nog niet aan uit, vind ik, aan het vers. Ja, 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 je mag er toevoegen. Het is gewoon een bijbellezen van jou en mij. Anders heeft het geen enkele zin. Nou, ik vind dus die woorden heel belangrijk en ik vind dat het ook belangrijk is om te beseffen dat als er staat, and the Spirit of God moved upon the face of the water, zoals ik zei, God wil aanbeden worden in waarheid en in geest, en we spreken hier dus over de geest, dan spreken we dus niet over een persoon, dat de geest van God een persoon is, maar dat is zijn karakter. Dat is zijn inspiratie. Dat is wat hij is in de spirituele vorm, zijn geest. Die was over dat water. Ja. Ja, ik wil maar dat die mensen dat goed verstaan, zoals ik het versta tenminste. Ja, ja. En dus niet de Heilige Geest, even voor de luisteraars, de Heilige Geest die wordt pas aangekondigd als Christus Jezus zegt, het is noodzakelijk dat ik heen ga. En dan, you believe me, Christus Jezus sprak geen Engels, maar dat zei hij dus. Jezus Christus spreekt zeker Engels. Oh ja joh. Hij spreekt alle talen. Ja. Hé, daar heb je met te pakken. Oude Belg. Nu heb je mij beledigd. Dat kan helemaal niet, man. Ik kan jou niet eens prijzen. Laat staan dat ik jou kan beledigen. Ben je klaar met vers 2? Ja, ik denk het wel. Als jij dan niet verder volgende. Als jij er niet verder op in wilt gaan, dan lezen we verder in vers 3. Want daar staat in de King James, and God said, let there be light. And there was light. En God even zei... Even Nederlands en gelijk zeiden, want dan zijn we daarmee klaar. Ja, ik zeg het toch juist. Ja, ja. En God zei, laat er licht worden, en er was licht. Ja! Zo zou ik het vertalen uit mijn... Allee, ja, ik heb het hier niet in Vlaams voor mij staan. In de NBG staat, en God zeide, dat is een beetje ouderwets Nederlands, en God zeide, er zij licht. En er was licht. Jezus. Maar zo is het ook echt hoor. Het is ook. Ik kan bijna zeggen dat.
aan het einde van Genesis wordt gezegd dat op de zesde dag deze aanwezigheid, God noemen we die, die heeft ons geschapen naar zijn evenbeeld. Wij zijn dus scheppers. Want hij was een schepper. En oké, ik schep wat. Dat kost me 5 dagen aan bouwvakkerij. Dan moet ik licht maken. Dan moet ik allemaal toestanden. En dan komen er allemaal evenbeelden van mij. En die gaan dat ook doen. Dus die maken ook 1 hemel en 1 aarde. En die gaan ook onderscheid maken. Die gaan ook gewoon zien dat de aarde woest en ledig is. En die gaan ook gewoon, dat zijn mijn kinderen. Dat is het volk Israëls, heet dat toch? Oké, pakken we 4 erbij? Nee, ik ben nog lang niet gedaan met pas 3. Oké, mag jij even ranten? Net als Alex Jones. Ja, ik had niet over ranten. Ik dacht dat wij die versen een beetje gingen gaan bespreken. Natuurlijk. Ja, als God zegt, er zij licht en er was licht, met wat associëren wij licht, Perry? Inzicht. En met wat associëren wij donkerheid? Onkunde. En ook onwetendheid. De waarheid in het licht en de leugen en het euvel in het donker. Dus God heeft licht in het donker gebracht. God heeft ons gezegd, er zijn dingen die zijn waar. En er zijn dingen die zijn huppeltje pup. Maar hij wilde van ons alleen maar dat wij de ware dingen kenden. Ja. Hij wilde van ons niet dat wij de leugen kenden. Ja. Daarom heeft hij ons verboden om van de boom der erkentenis te eten. Hm. Want als we daarvan eten, dan zouden wij goed en Öwe kennen. Hij heeft ons gecreëerd op een manier dat we alleen maar goed gingen kennen. Ja. En dat is ook goed zo. Want dat probleem is, als de mens goed en slecht kent, dan gaat hem zich altijd naar het slechte toe wenden. Ik, nu uit mijn harte, mijn kind, mijn dochter, die had ratjes. Dat had ik veroorzaakt, want ik wilde dat ze voor dieren zou leren zorgen. Ook die, ze heeft dat heel goed gedaan. En ratjes worden maar 2 jaar oud. En toen werd dat ratje werd ziek, want die kregen dinges en ze wilden naar de dierenarts. Ik had er helemaal geen zin in, maar goed, hè, zo'n meisje. En ik heb dat ratje gegeven, twee ratjes. Wij lopen naar de dierenarts, dat is 2 kilometer lopen. En ze vroeg aan mij, pap, ik kijk de hele tijd naar Human Slaughter, Hunger Games, hoe heet al die andere horrorfilms, dat iedereen maakt elkaar af. Maar zelf ben ik helemaal niet zo. Hoe kan het nou? En toen zei ik tegen haar, nou, dat is niet christelijk, hè? Maar ik zei tegen haar, Boeddha heeft gezegd, leer het kwade kennen en het goede doen. Er is geen kennis van, als je het goede leert kennen, en dan word je een soort Miley Cyrus of zo. Van, moet je het zo doen? Nou, dan doe ik me, zoals Miley Cyrus het gedaan heeft. En dat is goed of zo. Je kan beter het goede leren doen en het kwade leren kennen en het niet omdraaien. Want het inzicht is ons gegeven om een onderscheid te maken. En dat gaat niet in tegen Matteüs 7 vers 1. Want oordeelt niet op dat gij niet geoordeeld worden. Daar gaat het niet om. Want dat gaat erom dat je een andere mens niet mag veroordelen. Je moet medelijden hebben met al die zondaars. Want jij bent ook een zondaar. Dus hoeveel medelijden wil je dat er is met jou? Geen goede dingen leren doen. Het kwade leren kennen. En, goede dingen moet je gewoon doen. Geen kennis van het goede. Dat betekent dus ook geen kennis van God. Dat vind ik zo mooi. Want God is hier gewoon alleen maar aan het woord. En die zei gewoon, laat er licht zijn. En toen was het er ook. Man.
Oh, nu 4. Wat zegt 4 tegen je? Of wil je nog iets over 3 zeggen? Nou ja, want licht is zoveel meer. Licht is de waarheid. Mm-hmm. Licht is het leven. Hij brengt hier ja, zo kunnen we dat niet zeggen, maar het is alsof dat hij hier Jezus introduceert, hè? Ja. Ja. Dat moet men daar ook allemaal, of dat kan men daar ook allemaal inzien. Ja. Als men dat leest. Alles is donker en verloren. Ja. En God maakt licht en maakt het allemaal goed. Daarom zegt hem op het einde van Genesis 1 ook, dat hem zei dat alles goed was. God saw everything that he had made and behold, it was very good. Het was zeer goed, ook belangrijk. Daar komen we dan misschien later nog op, maar ik denk niet vandaag als we aan deze tempo voortgaan. Ja, maar het is ook heel belangrijk om ieder... Dat heb ik geleerd bij de Jezuïeten. Dat ik heb daar werken gelezen van Husserl, Edmund Husserl bijvoorbeeld. En ik heb die Carl Gustav Jung, maar die, hoe heet die andere psychiater? Zijn naam komt me net er binnen. Ja, Jung en die andere, die sekspsychiater. Dat werk heb ik gelezen. En dat kostte mij gewoon 2 uur voor een halve pagina. En dan was ik back af. En dan kreeg je nog tentamen ook. En zo zit de Bijbel ook in elkaar. Dit is heel erg gecondenseerde tekst. En dit is niet een aflevering van Star Trek. Waarbij mijn dochter van tevoren was er zo'n intro. Hè? En was alleen maar het intro geweest. En toen zei mijn dochter al, nou ik weet nu al hoe het in elkaar zit. Dat is de protagonist en dat is de slechterik. En het gaat zo aflopen. Ja, dat is Star Trek, hè. Nou, dit is dit niet, hè. Dit is heavy, heavy, jongen. En dat kost gewoon tijd. En het is ook heel belangrijk om onze stemmen te laten klinken. En dat mensen hebben dat rust komen. En, we zijn nog maar bij Genesis 1, vers 4. Ja, en ik ga nu nog zelfs een keer terug naar Genesis 1, vers 1. In the beginning God created the heaven and the earth. Als je de Bijbel opslaat, en dat is de eerste zin die je leest... Hmm. En je gelooft die zin niet. Doe dat boek dan terug dicht. Dan is dit niet voor jou. Dat is echt een... Ja, dat heb je tegen mij eerder verteld. En nu begrijp ik het beter dan die keer dat je het mij voor het eerst vertelde. Want dit moet je aannemen... Dit moet je geloven. Want God kan je niet bewijzen. Je kan niet een experiment doen. Want ik heb God gevonden in een reageerbuis. Nee, je moet het een keer zo zien, Perry. Onze hemelse Vader kennen wij niet persoonlijk. In dat opzicht dat we hem nooit gezien, geroken, aangeraakt of wat dan ook hebben. Onze aardse Vader kennen de meeste van ons wel. Die ja, iedereen, spijtig genoeg, laten we dan een keer uitpraten. Nee, even ter verduidelijking. Maar de aardse vader is dus je biologische vader. Je biologische vader. Ga maar door. Geht weiter. Maar spijtig genoeg zijn er veel mensen die niet zo fortuinlijk zijn om hun alle twee ouders te kennen. Maar die mensen die hun ouders kennen, die kennen hun aardse vader. En of biologische vader, hoe je het ook wilt noemen. Kijk, als ik klein was, hebben mijn ouders mij, als ik slapen ging... sprookjes en andere dingen voorgelezen, dat ik ging slapen. Maar mijn ouders hebben dus met mij gesproken, ze hebben mij verhalen verteld, waarvan dat ze uitgingen dat er ofwel waarheid in zat, of een bepaalde entertainmentwaarde in zat, of toch iets in zat van wat belangrijk was om daarvan mee te nemen. En zo is dat ook met onze hemelse Vader, die hier in de eerste zin van Genesis tot ons spreekt. Hij gaat hier zijn boek open doen, of wij doen hier zijn boek voor ons open. En hij deelt zich hier ons mede. Ik heb een belangrijk boek dat ik al begonnen ben te lezen, An Hour of the Truth. En ik moet dat eventjes een keer opzoeken. Ik
heb het hier, maar ik wil het er even mee bijhalen. Ik heb er al verschillende dingen van voorgelezen. En dat boek noemt An Understandable History of the Bible. Ja, een verstaanbare geschiedenis van de Bijbel. En je hebt waarschijnlijk geen interesse aan dat ik al direct begin daarin te lezen. Hè? Maar ja, je pakt dan een stukje. Pak je meest favoriete stukje dan? Ik moet een stukje pakken helemaal uit het begin, uit kapitel 1. En ik zal het voorlezen in Engels. Ja. Imagine for a moment that we are in a different time period. We have gone back thousands of years. There are no cars, there are no airplanes. There are no modern conveniences. We are in primitive times. We take a look around us. There is no Bible. We know nothing about the universe around us. We have no knowledge of God. We don't know how mankind got here. Then we look again. We see a seed fall from a tree, from the top of the soil, plant itself, tend to itself, rise itself up into a seedling and mature into a tree, only to repeat the cycle all over again. And we wonder. Then we go to the ocean. We study the tides and discover that they are used to clean the waters, making it impossible to support life without them. We look and ask ourselves, was this planned? Mm-hmm. We look beneath the surface of the water to the depths below. We find life, strange creatures, some which breathe water and some which breathe air like us. Some that spawn eggs, some that give birth to living young. We see creatures of all different shapes and sizes. Some are very small. Some are so huge that they weigh many tons. Some go fishing with a worm attached to their own fishing pole. Some have no eyes. Some have their eyes out on stalks. Some carry lights with them. Some move very slowly. Some dart about almost too fast for our eyes to follow. Again, we wonder, how did this come into being? Then we look overhead. We see the birds. They fly, yet are never taught. They move through the air with grace and precision. Their bones are hollow to give them the light weight suitable for flight. Their feathers all grow in the right places. They migrate to the same place every year. They possess innate abilities and characteristics required for their survival. And again we wonder, could this just happen? Then we look at ourselves and our bodies. We study the intricacies of the eye and how it works. We examine the complex mechanisms of the ear. We marvel at our ability to keep our balance, to speak, to walk. We look at the heart, that marvelous muscle, whose valve now knows when to open and when to close. It starts functioning without our help, and it stops itself in spite of all we can do to prevent it. We look to the nervous system and the brain. How did all of this come about? Was it created by accidents? We put forth our questions to our contemporaries. They have no satisfactory answer. En dan gaat het boek verder. Where is God? De punt op die ik neer wil is, en dat komt nu, dus ik lees dat nog eventjes voor. Ja. Where is God? Is there a being greater than we are? One who made all of these marvelous things that we have looked at? If there were a being greater than we, where would he be? We look to the ground. No, he's not there. We scan the ocean. He's not there either. For both of these are limited, and they could not contain so great a being. Anything that could create the marvelous works that we find all around us could only come, and we look upward, from the seemingly unlimited sky. Mm-hmm. We look to the sky. Is there something up there? Something that's watching us even now? Something that created this whole universe and set it in motion? Mm. But wait.
If there is something up there, if there is a supreme being, he must know us. He must know what is happening on this earth. He must know our problems and have the answers for them. Absolutely. And if this is so, and he sees our helpless state, he is indebted to us, his creatures. As our creator, he must help us with our troubles, assist us through this life, and see to it that we find a way to reach him. He must communicate. And here zal ik mij stoppen. Dat boek kunt u zelf downloaden en zelf lezen, of je volgt mijn lezing in Hour of the Truth op mijn video's die ik op mijn kanaal openbaar gemaakt heb. Hier hebben we juist gelezen de reden waarom dat de Bijbel er is. Hier hebben we juist gelezen waarom de Bijbel begint met die zin: in the beginning God created the heaven and the earth. Hier maakt onze schepper zich ons bekend. En als wij dat boek vastnemen en we twijfelen al aan de eerste zin en geloven dat niet, dan geloven we niks wat dat hem zegt. Dan is elk woord verder lezen in dit fantastische boek verspilling van tijd. Want dan zijn wij niet gemaakt om het te leren. En laat me dat eens duidelijk zeggen, Perry. Veel mensen horen dat niet graag. Maar God heeft de mens geschapen, sommige voor de eeuwige, voor het eeuwige leven, sommige voor de verlossing en sommige voor de verdoemnis. Ja, ja. Er zijn mensen die zijn daarvoor geschapen om verdoemd te zijn. Ja. Die kunnen niet redden. Wij zijn de klei van die hij die figuren allemaal maakt. En wij hebben niet het recht om zijn doen en niet doen te beoordelen. Of daar vragen over te stellen. De pot kan aan de potter niet vragen van waarom heb jij mij zo gemaakt. De potter heeft zijn redenen daarvoor. En sommige zijn gemaakt voor verdoemnis en sommige zijn gemaakt voor eeuwige verlossing. Dat is gewoonweg zo. En als jij een van die mensen bent die gemaakt zijn niet voor de eeuwige verlossing, dan leest je die eerste zin, je steekt daar weg en zegt van, pff, interesseert mij niet. Maar dan weet je welke geest je bezielt. Kan ik je niet helpen. Iedere andere, die dat misschien nog niet gelezen heeft en die dat boek in één keer open doet en zegt van, ja, wel, als dat zo begint, dat hem in het begin de hemel en de aarde geschept heeft, dan wil ik toch een keer zien hoe dat verder gaat. Dan ja, alsjeblieft, ja, ja, doe ja, maar. Ja, ho. Jij krijgt in dat boek en in de volgende versen en in de volgende kapitelen en in de volgende boeken, 66 in totaal, een aanleiding van A, waar je vandaan komt, B, waarom je hier bent, en C, waar je naartoe gaat. Dat lijkt me ook. Ik vind dat mensen een doel moeten hebben. Al is het maar zo belachelijk dat iedereen tegen je zegt van, ah, dat kan helemaal niet. Ik vind dat mensen gewoon een doel moeten voelen. En vooruit, een mooie uitspraak van mijn kind was dat ze zich ergerde aan haar klasgenootjes, die allemaal rijke luiskinderen waren, en die kwamen verveeld op school. En mijn dochter die was om 6:15 opgestaan om 8:15 in de klas te zitten. En die vroeg zich echt af, wat is hun probleem? Ja, ze moet ook op een stoeltje zitten, maar ze is toch lekker bezig. Zij was dankbaar. En die andere mensen die zaten te zeuren. Het is heel belangrijk om te beseffen dat het leven, dat wordt je gegund. Dat wordt je gegeven. En je maakt er maar wat van. Of een andere is het, die heb ik zelf verzonnen. Als het leven makkelijk was, had God het zelf al gedaan. Had hij ons niet nodig gehad? En wat ben je dan wel? Als God jou niet nodig hebt, wat ben je dan? Oké, zullen we even terugpakken bij... die komt die mooie. Nummer 5. Nee, wat? Nee, Divided the light from darkness. Dat is nummer 4. En dan nummer 5.
We hebben nog even hoor, want we zitten pas drie kwartier. Dus. And God called the light day, and the darkness he called night. Ja. And the evening and the morning were the first day. Ja. Hier hebben we ook een aanwijzing dat een dag begint bij zonsondergang of in donkerheid. Aha. En dan dat we dan de dag hebben, dus het daglicht. Ja. Ja? And the evening and the morning were the first day. Dat wil zeggen, eerst was het donker, de avond, ja. En dan werd het morgen, en na de morgen, dan hadden we de eerste dag. Dus als de morgen ten einde gaat, ja, dan wordt het weer donker. Dus de dag begint met zonsondergang. Ja, dat is ook met de Shabbat. Ja, dat is met elke dag zo. Dus de dag begint als het donker is, als de zon ondergegaan is, dan begint een nieuwe dag. Yep. En dat gaat altijd van zonsondergang tot zonsondergang. Wij leven in een zogenoemde 24-uren stelsel en wij krijgen geleerd een nieuwe dag begint om middernacht. Ja. Om 12 uur. Mm-hmm. Wat dan ook nog volgens sommigen het spookuur is, om welke reden dan ook. Oh. Maar gewoon de Bijbel leert, als het donker wordt, dan begint de nieuwe dag. De nieuwe dag begint met de nacht. Waarom? Waarom, Perry? Hoe komt hem daar nu aan? Ik weet het echt niet, hoor. Op vers 2 staat het. And darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters, and God said, let there be light, and there was light. Dus wat was er eerst? Nacht. Donkerheid. Ja. Nacht. En dan kwam het licht. Yep. Dus eerst heb je de nacht, en dan heb je de dag. En zo gaat een 24 uur dag van zonsondergang tot zonsondergang. Ja. Heb je nog meer toe te voegen aan vers 5? Ik wist niet dat het daarover ging wat ik daarover te zeggen heb. Ik dacht dat jij ook dingen daarover te zeggen hebt en dat we dat in totaal niet gaan bespreken. Ik zit gewoon naar jou te luisteren, want jij bent me nu aan het leren. Ach zo, dat wist ik niet. Ik ben een anarchist. Dus ik altijd naar iedereen die verstandig is. Ik ben geen bijbelleraar, moet ik je dan weer bij zeggen. Nee, dat hoeft dus, ook helemaal niet. En dan vers 6. And God said, let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters. Jeez. Ik ga even mijn Nederlandse tekst erbij pakken, hoor. Ja, nu heb je al een goed voorstellingsvermogen nodig, ja. Nummer 6. En God zeide, daar zij een uitspansel in het midden der wateren, en dit maken scheiding tussen wateren en wateren. Die moet diep gaan, hoor. Ja, dat zijn dingen, dat verstaat men misschien nog een beetje beter. Als men van die video's gaat bekijken van Kent Hovind in de tijd, als hij nog een eerlijke mens was. Aha. En als hij die video's gemaakt heeft van schepping tegenovergesteld van evolutie. Aha. Daar legt hem heel duidelijk uit, dat zullen we ook later in verloop van de Bijbel nog uiteraard zien, dat er voor de vloed, voor de vloed van Noah's tijd, ja, dat er water boven in de lucht was. Mm-hmm. En dit water was een scherm, kun je zeggen, een bescherming van de stralen die van de zon komen. Mm-hmm. En omwille van dat dus deze bescherming van water heel veel soorten stralen opgevangen heeft, zaten we met een compleet andere atmosfeer in de tijd voor de vloed als in de tijd na de vloed. Mm-hmm. En men moet zich dat dus zo voorstellen, dat God gewoon de waters genomen heeft en heeft ze gescheiden en dan heeft een deel naar boven gedaan en een deel beneden gelaten. Dat wat beneden gelaten is, dat is het water op deze aarde. En dat deel wat hem naar boven gedaan heeft, dat is boven onze atmosfeer die wij kennen, boven in de hemel. Daarboven is nog een meer, laat ons maar zeggen. Ja, een zee. Op zijn Duitse ja, meer. Zee. Maar, ja, precies. Ja, een zee. Ja, een Vlaamse zee. Ja. Ja, zo moet men zich dat ongeveer voorstellen. Als je daar meer over wilt weten,
Aber die oude Videos van Kentoven, die zich met dat onderwerp bezighouden, kan ik aanraden om te kijken. Oké, Alle okay, video's. om dit af te maken, dat je opmerking goed overkomt. Kenthovend, dan spel je K-E-N-T van Theodor. En dan H-O-V van Victor, I-N-D van Dirk. Kenthovend. Ja. En dus die oude video's van hem, en daarmee bedoel ik al die dingen die hij geproduceerd heeft voor hij de bak in ging, die zijn goed. Elk video die hij geproduceerd heeft sinds hij de bak uitgekomen is, is een bunch full of leugens. De bak bedoel je de gevangenis? Ja. Heeft Kent Hovind in de gevangenis gezeten? Ja. Oh, dat wist ik niet. Oké. Okay. Daar hebben omwille ze de grazen genomen of zo. Omwille van zogenoemde belastingsfraude. Ja, precies. Ja. Maar ja, zwart. Ze hebben nog aanklachten gehad om hem nog voor 150 jaar meer in een bak te steken. En vreemd genoeg kwam hij een paar maanden later vrij. Mm-hmm. En sindsdien leert hij niet meer dat het pausdom de antichrist is. Ja, dus, dat is een gevoelig onderwerp, mijn vriend. Dan weet je, dat maakt me niet uit. Ik heb dat audio hier, ik heb zijn video zelf gezien, waarom dat gezegd heeft. Dat de paus niet de antichrist is, maar dat nu ziet dat de islam de antichrist is. En dat is dus een verkeerde leer die hij vertelt. Absoluut. Ja. Dus die mens is absoluut verkocht. Of hij heeft zichzelf verkocht aan de duivel. En zijn zoon, die ook al een ministerie had, zijn ministerie is een 501c3 organisatie. Oh ja, hij zelf had geen 501c3 organisatie, maar zijn zoon. Even voor de kijkeraars, een 501c3 organisatie, dat mag je in Amerika doen. En dan hoef je geen belasting te betalen, dan krijg je heel eenvoudig belastinggebeuren. En dat mag alleen maar als je opvoedkundig, religieus of whatever. Maar het is wel zo dat die vergunning, dat privilege, dat je als organisatie geen belasting hoeft te betalen, terwijl je wel met z'n allen kan koffie drinken en de BTW kan aftrekken, of de VAT, dat privilege, dat kan je van het ene op het andere moment worden ingetrokken. Dan krijg je een brief en is het afgelopen. Dat is 501c3. Niet? Ja, en het punt is dat 501c3 organisaties in de Verenigde Staten dus agenturen van de overheid zijn. Op ja. de ogenblik, als je dat accepteert, dan zijn die een agentschap van de overheid. Ja. Dan gaat met andere woorden ook de overheid bepalen wat je mag zeggen en wat je niet mag zeggen. Mm. Dus je bent alleen nog maar een spreekrol voor de overheid, hè? En als je jezelf een kerk noemt, die bij wijze van spreken het woord van God wil verspreiden, ja, dan komen we weer tot die ellendige punt, of die ellendige kwestie van, you cannot serve two masters. Je kunt niet twee heren tegelijk dienen. Je moet kiezen. Want ofwel ga je den ene bevoordelen en den andere haten, of omgekeerd. Heeft Jezus al gezegd, you cannot serve two masters. Dat klopt. Dus en als je een 501c3 organisatie bent, dan doe je juist dat. Je werkt mee, ja. Ja. Dat vind ik ook, we gaan zo dadelijk even door, want even kijken hoor, we hebben nog 7 minuten. We hebben een uur erop zitten. Die organisatie van Richard Gage, van Architects and Engineers of 9-11 Truth. Zij bespreken heel mooi en heel zorgvuldig waarom de aanslagen van 11 september in 2001 dat die niet verklaard kunnen worden met het officiële verhaal. Dat zit er niet in. Dat doet hij goed. Hij vertelt niet dat kardinaal Egan erachter zat. Want die was toch de kardinaal van New York? De Amerikaanse paus op dat ogenblik. Zeg ja. De Amerikaanse paus op dat ogenblik. Ja, precies. Hij was de gouvernant. En hij greep helemaal niet in.
En daar heeft die meneer Richard Gage het echt niet over. Ja, maar wat denk je waarom dat zo organisaties als Pilots Against 9-11, Architects and Engineers Against 9-11, waarom dat zo organisaties überhaupt bestaan? Dat is Controlled Opposition. En die weten ganz precies wat dat ze mogen zeggen en die gaan ganz bepaalde andere dingen niet zeggen. Nee. Dat is gelijk de reden waarom dat Alex Jones daar is. Ja. Alex Jones dient zijn meester. Die zal nooit niet de geheimen van de Vaticaan, de Jesuiten en dus de Jesuites, Vaticanus geleide Nieuwe Wereldorde bekendmaken. Die zal u nooit niet vertellen dat het bij de Nieuwe Wereldorde om niks anders gaat als om de herstelling van de Oude Wereldorde. Die tijd voor de tijd van de Reformatie. Als de paus de bekende wereld in zijn pocket had. Omdat hij alle koningen in zijn pocket had. Ja, natuurlijk, daar gaat het over. Om niks anders gaat het. Mensen spreken van een nieuwe wereldorde, maar in de Bijbel staat geschreven, en we zijn hier eerst beginnen de Bijbel in het begin te lezen, in de Bijbel staat al geschreven, there is nothing new under the sun. Nee, precies. Dus er is geen nieuwe wereldorde. Met Alex Jones, hè? Daar heb ik echt ongelooflijk veel naar geluisterd. En toen hoorde ik een uitzending van hem, dat hij weer eens om 6:00 a.m. was opgestaan. Daar heb ik respect voor. Hè? En dat hij dan voordat hij naar de studio ging, ging hij eerst mountainbiken door een Baylor dinges. Een of ander, zo'n pad waar je dan langs mag fietsen. En dan komt hij bij dat meer en dan zou hij dat meer over gaan zwemmen. Maar hij had wel van tevoren ontbeten. En toen ging hij tegen de luisteraars vertellen van nou, ik was halverwege het meer. En toen heb ik mijn hele ontbijt uitgekotst. Het klinkt een beetje als een fietswoord, maar puked out his breakfast. Hè? En dat was echt het breekmoment tussen mij en Alex Jones. Ik denk, ja, wat doe je dan? Ja. Waar ben je mee bezig? De vissen voeren. En hij zo, ja, en ik ben helemaal... totally raged off en mad as hell en ik heb mijn hele ontbijt eruit gekotst en nu zijn jullie de peanuts. Toen stopte het. En later hoorde ik dan via jou en jouw vrienden dat die vent is gewoon totaal niet goed bij zijn hoofd. Ja. Shit happens. Niet iedereen begrijpt de Bijbel. Hij is trouwens een methodist. Zegt hij dan, hè? Zegt hij, ja. Hij zegt ook dat hij een afstammeling is van mensen die op de Mayflower mee op zaten. Ja, nou, dat is mooi. Dat, was hij dan een protestant? Dat beweert hij dus, hè? Op de vlucht voor de katholieken of wat? Of dat beweert hij dus. Of zat hij de protestanten achterna te jagen? Ja. Ai. Wat ik wel grappig vind, dat die Alex Jones, als je op zaterdag naar hem kijkt, dan gebeurt er niks, hè? En op zondag, dan start zijn website weer op. Dus op zondagochtend kan je altijd een nieuw... Maar het is allemaal even vervelend. Dat is wel zo. Maar goed, op zondag gaat hij dan weer lopen. Maar hij eerbiedigt dus de zaterdag. Ja. Het zal wel. Ja, je kan wel hechten aan de zaterdag of aan de zondag. Ik heb klanten en die hebben een werkweek dinges. Ja, die hebben altijd weekend van maandag en dinsdag. Dat mag toch ook? Die beginnen op woensdag weer met werken. En dan maandag en dinsdag zijn ze vrij. Die werken van woensdag tot en met zondag, ja. Moeten we echt allemaal tegelijkertijd op onze rug gaan liggen tegen een eikenboom met een strootje in ons mond? Is dat de bedoeling? Volgens mij is dat Sunday law. Je moet gewoon eens, je moet denken om je rust. Dat is belangrijk. Overspan je lichaam niet. Ja, de Sabbat is niet alleen daarvoor daar om te ontspannen. De Sabbat is vooral daarvoor daar om God en zijn werk dat hem in 6 dagen gedaan heeft te gedenken. Ja, en daar ontspant het lichaam zich heel erg van, als je dat beseft, hoor. Ja, dat is waar.
En vooral als je een beetje spiritueel bezig bent met uw Heer op die dag. Ja. En hem de tijd geeft om, om zijn woord te studeren. De Bijbel te lezen en te verslimmen in plaats van te verdoemen. Daarom zeggen ze in Vlaams zo mooi, verdoemen, verdoemen. Maar je moet niet verdoemen, je moet verslimmen. Verslinden. Ja, denk ik. Verslimmen, ja, slimmer worden. En je kunt alleen maar slimmer worden als je het woord van God pakt. Want iets anders als deze waarheid is er niet op deze aarde. En de waarheid is alleen maar daarin te vinden. En de leer van God is alleen maar in de Bijbel te vinden. Niet in video's op YouTube, niet in boeken van protestanten of andere schrijvers, maar alleen in de Bijbel. Al die andere dingen zijn eventueel hulpmiddelen. Yep. Wel belangrijk dat er hulpmiddelen zijn. En uiteindelijk moet je de King James ook gewoon begrijpen. Ja, kijk, een kreupel heeft ook krukken nodig om te lopen, hè? Ah. En dan ga je, dat weet je ook wel, dat is mijn these, van je gaat of de Bijbel in één keer begrijpen. En de NBG, tot nu toe hebben wij geen grote problemen geconstateerd tussen de Nederlandse vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap en de King James. Er zijn kleine verschillen, maar daar kan je over discussiëren als Duitse. Maar dan nog, als je de King James leest en je pakt je Nederlandse vertaling erbij en je neemt je King James met de volgorde van de woorden als leidraad, kom je zo. Zo moeilijk is dat niet. Hey, hartstikke bedankt, Jurk. We moeten gaan afronden, want we zitten over het uur en jij blijft gewoon nog even hangen. En ik ga kijken of ik dit ding goed kan bewaren. En het laatste woord is aan jou. En dan rond ik af. Tja, nadat we Matthäus 6 en Matthäus 7 gelezen hebben, zijn we vandaag begonnen in het eerste boek van de Bijbel. Dat is genoemd Genesis of Genesis. En we zijn er daadwerkelijk in geslaagd om in dat eerste uur de eerste 7 verzen te lezen. 7 is het perfecte getal van God. En dus een goede start om het eerste boek van de Bijbel te gaan beginnen. En ook al wil ik niet in herhaling vallen, ik wil u toch nog eventjes in herinnering roepen, lieve luisteraar en bekijker van deze video, toeschouwer van deze video. Als je de eerste zin van de Bijbel al afdoet als onzin, doe niet de moeite en zoek niet verder. Dan is het niet voor u. Spreekt u de eerste zin wel aan, dan heeft God ook aan u iets mee te delen. En geloof mij vrij. Wat hij te zeggen heeft, is het belangrijkste wat je ooit in je leven gehoord hebt. Tot de volgende keer. Tjuhuus. Mooie afsluiting, hè? Ik hoop dat jullie hiernaar met een warm hart geluisterd hebben. En dat het jullie uitnodigt om de volgende keer, want we gaan hem gewoon weer oppakken. Wij gaan ook Rulers of Evil. Want de afspraak tussen mij en Jurk is dat we doen leuke dingen, zoals de Bijbel. Die zijn altijd leuk. Daar kan je eeuwig over door blijven lachen. Maar dat spreek je zo tot je hart. Hè? Maar we gaan ook Rulers of Evil, die gaan we afmaken. Net als die Hashashins van die katholieken. Wij gaan het allebei doen. Dus de volgende keer weer Rulers of Evil. En dan moet ik echt tanden gaan knarsen. En dan moet ik altijd Engels, moet ik van tevoren met translate.google moet ik gaan voorbereiden. Want anders Jurk Liesman is heel goed in zijn Engels. Ja. En ik wil mij niet mezelf voor lul zetten. Dus blijf maar behelpen. Ja. Nou goed, hartstikke fijn dat jullie hier naar geluisterd hebben. En ik beloof jullie, de volgende uitzending wordt nog veel spannender. En op zijn hamburger zeg ik tjus en dag lieverds.